Kunstacademie in Amsterdam. Gerrit Rietveld. Wat is de beste school ter wereld op dat gebied? Stanford. Aangemeld voor de beste filmschool ter wereld. Uh, Alec Baldwin, uh, Lady Gaga, uh, Taylor Swift. Er zijn ook nog videogame studies gedaan in Hongkong. Kong. Cum Laude. Ik heb uh, zelden iemand ontmoet die zoveel studeerde als mijn gast. En wat doet ze ermee? Ze gaat ondernemen. Een gesprek met nationaal en internationaal bekroond talent. Valérie van Zuilen. Welkom bij 7D-TV. Leuk dat je kijkt of luistert naar CVD TV via de podcast. Ik ga in gesprek met Valerie en voordat ik dat ga doen, vraag ik jou om je te abonneren op CVD TV. Dat kun je doen als je op YouTube zit te kijken. Hieronder klikken en je mist helemaal niks meer van de nu inmiddels meer dan 1300 gesprekken op dit kanaal. En we maken er elke week twee nieuwe. En zit je nu te luisteren naar de podcast? Abonneer je ook daar op CVD TV. Laat een review achter, want dan groeien wij, weten wij wat jij ervan vindt. En dan worden we met z'n allen steeds groter en ondernemender. Maar nu tijd voor een gesprek met Valerie van Zuiden. Valerie, van harte welkom. Super, dankjewel. Ja, ik zei net, uh, je hebt heel veel gestudeerd. Uh, daar gaan we zo meteen over hebben. Maar ik heb een paar dilemma's voor je om mee te starten. Okay. Die is altijd Let's leuk. Hè? Dus geen nuance. En je moet kiezen. Okay. Uh, studeren of ondernemen? Ondernemen. <coughs> Creativiteit of technologie? Creativiteit. Oh, dat valt nog al mee allemaal. Hè? Je zit er niet echt in de spagaat. Nee, Idee of executie? Executie ondernemen of de wereld verbeteren. Dat is hetzelfde. <laughs> Oké, okay, nou die vielen wel mee, hè? Ja, zeker. ja. Uh, je deed iets van acht studies. Ik heb ze eigenlijk nooit allemaal uit bij elkaar opgeteld, maar ja, daar kom je wel ongeveer op neer. Vertel ja. eens, hoe komt dat zo? En dan ook nog niet de meest zeg maar simpele, lees, uh, weet ik veel, hogeschooltje ergens in Amsterdam of Utrecht. Nee. Um... Zou ik helemaal beginnen hoe ik Ja, begin erin? maken, uh, Wel bij het begin. Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik denk, ik begon op de middelbare school. Dus uh, daar uh, geboren en Toge in Wageningen. Dus daar uh, heb ik mijn middelbare school gehaald. Yeah. En uh, begon uh, HVVO, wilde voor het Atheneem gaan. Uh, ik was eigenlijk in de race om naar rechtenstudie te gaan. Maar uh, ja, toen dacht ik, ja, ik, ik, ik wil toch echt wat anders doen. Dus toen uh, dacht ik, ik ga naar de kunstacademie, want daar kan ik echt doen wat ik wil. Uh, aangemeld voor grafisch ontwerp. Als in op de kunstacademie kan je natuurlijk veel doen, maar hier dacht ik wel wat ik ook heen ga, er zit wellicht nog een uh, goede toekomst in. Uh -huh. Nou, grafisch ontwerp uh, gedaan. Alleen ik was veel meer geïnteresseerd dat er eigenlijk achter mijn computer gebeurde. Want ja, graphic design, posterontwerp, allemaal fantastisch. Maar ja, de programma's, hoe werkt dat nou eigenlijk? En toen uh, heb ik ervoor gekozen. Uh, je bent nog jong, dus in die tijd kijk je van alle, allerlei series. En dan zie je natuurlijk in Amerika wat voor grote scholen er allemaal zijn. Ja. Denk ik denk nou. Ik wil echt weten hoe mijn computer in elkaar zit. Nou, wat is de beste school uh, ter wereld op dat gebied? Stanford. Dus ik uh, heb me daarvoor aangemeld. Hele uh, ja, soort uh, lange. Je moet een motivatiebrief schrijven. En ik denk omdat hij zo vreemd was dat ze zeiden: Nou, we pikken haar eruit. Uh, en waar was hij zo vreemd? Want ik zat net al te denken: van uh, best vreemd rechten, grafisch ontwerp, ja. tech, Stanford. Ja, uh, ik denk kijk, ik. Ik was 17 toen ik klaar was, dus vrij jong. Yeah. En ja, dan moet je eigenlijk al een keuze maken op de middelbare school, wat ga je doen? Nou, die keuze het is best wel open. Ja, je hebt natuurlijk allerlei beroepen, maar soms is het lastig als je niet helemaal precies weet wat wil ik nou, hoe je zelf eigenlijk kan gaan vinden. Yeah. En ik had uh, denk ik in die tijd het geluk dat ik de vrijheid had om daarachter te gaan komen. Dus mm -hmm. daarvoor de keuze voor een kunstacademie. Yeah. Uh, rechten, denk ik, voornamelijk omdat uh, in mijn familie er dusdanig dingen gebeurden waarbij je toch met uh, de rechterlijke ambtenaren uh, uh, hoe zeg je dat, in aanmerking komt. Dus ik wilde weten hoe dat zit. Dus maar ik denk, hoezo dan? Uh, nou ja, mijn ouders <coughs> waren gescheiden. Dus dan uh, in dat optiek, ja, dan ga je al meteen uit. En daar moest de rechter bij komen kijken? Ja, ja zeker. Er was geen fijne scheiding dan? Uh, nee, maar ik denk dat geen enkele scheiding uh, dusdanig fijn is. Nee, maar soms kan het in onderling overleg. Kan het door dingen geregeld worden? Ja, ja. Dat ging bij jou niet meer. Uh, in deze optiek niet helemaal. Nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oké. Okay. Dus vanuit die optiek had je iets van wil ik rechten studeren? Ja, precies. Uit een, een soort rechtvaardigheidsgevoel? Of? Uh, ja, ik denk gewoon ja, weten hoe het, hoe het zit. <coughs> en ik denk hetzelfde als nou een grafische ontwerpstudie. Toen wilde ik ook weten hoe het zit, hoe een, een computer werkt. Dus ik denk dat ik dat altijd wel in me heb gehad. van Je doet iets, maar je wil niet domweg zeg maar doen hoe het werkt. Nou, wil je wilt snappen. Precies. En hoe doe je dat? Ja, om echt de techniek erachter te leren of de theorie erachter te leren. Um, dus zo uh, ja, koos ik toch voor de, de techniek. Uh, uiteindelijk. Dus toen uh, uh, ja, heb ik een zomer in ieder geval op Stanford gestudeerd. En Maar dat was zoveel code. Geweldige dingen gezien. Ook, uh, nou, het is, je zit midden in Silicon Valley. Ja? Dus uh, je, je zit daar letterlijk iedere avond met een groep uh, jonge entrepreneurs. En je bedenkt de gekste ideeën. Uh, de maar, potentiële nieuwe Mark Zuckerbergs uh, die zitten daar nou natuurlijk ja, op. De, de roddels gingen. Dat je bijvoorbeeld daar s'avonds... Uh, als dan bepaalde hotellen waar dan echte investeerders kwamen. Daar was Mark Zuckerberg. Vroeger met zijn uh, jersey heen. Nou, wij gingen dat natuurlijk ook proberen. Ze stonden daar echt. Dus dat was geen uh, flauwe kul. Dus dat soort dingen maak je mee. Dus het is echt net een film. Um, maar wat ik ook wel daar zag, is dat ik eigenlijk miste van ja, heel gaaf dat je weet hoe het moet. Dus bijvoorbeeld coderen, programma schrijven. Alleen dat duurt vrij lang, dat je nog niet zo snel je idee meteen kan uitwerken. Daar komt toch meer bij kijken, dat is de creativiteit. Dus toen jij vroeg creativiteit of technologie, ja. koos ik voor dat. Ja. Uh, en zodoende, ja, ik, ik was er nog niet klaar mee. Dat was echt mijn start van hoe Amerika in elkaar zat. Uh, nou, ik gaf het al aan. Uh, mijn, uh, mijn vader zat heel veel in Amerika. Mijn moeder in Nederland. Dus zo was ik eigenlijk al toen ik kind was. veel in Amerika. Dus voor mij was die. Zij zijn zijn allebei Nederlands? Ja, allebei Nederlands. En <coughs> je vader mij... is ondernemer, toch? Ja, ja, zeker. Voor mij was die wereldwijsheid uh, ja, wel met de paplepel ingegoten. Hm. Dus ik denk, nou, uh, oké, okay, fantastisch hier. Maar ik wil nog meer zien. Ik mis creativiteit. Ik wil weten hoe de technologie zit. Nou, hoe gaan we dat bij elkaar brengen? Science Fiction Regie. <laughs> dus, uh, um, <laughs> ja, je moet lachen, maar zo ging het wel. <laughs> en uh, nou, ja. toen uh, hetzelfde manier eigenlijk op Stanford. Uh, ook aangemeld voor de beste filmschool ter wereld. Ja. Nou, Hartje New York. En ik had daar eigenlijk mijn, ja misschien... Werd je ook aangenomen? Ja. Maar hoe financierde je dat allemaal? Hoe werkt scholarships. Ah, okay. Scholarships. En uh, ik denk ook, ik wilde... Vroeger, ja, mensen schreven natuurlijk in een dagboekje. Nou, ik schreef gewoon gekke teksten en uh, hoe ik denk, uh, hoe en wat. En dat was mijn toelatingsmotivatiebrief. Dus in de plaats van dat ik uh, heb aangemeld van ja, waarom wil ik hier studeren, Daar heb ik mijn filmscript ingeleverd. Oh, die, gewoon, die je als kind al had gemaakt? Wat gewoon mijn levensdagboek soort van is. En uh, nou, toen dachten ze nou, die, die gekke Europeaan. Die willen we wel. Maar ja, het probleem was, huh? <laughs> ik had al een master, zat ik al te doen in Nederland. Ook uh, op de kunstacademie in Amsterdam, Gerrit Rietveld. Koomlaude toch? Ja, Uit... ja, laude. ja, ja, Summa Koomlaude. Ja, 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 ik het ook niet steeds helemaal, maar goed, zou wel. Maar dat was heel mooi. En ja, toen stond ik wel in een splagaat. Dus ik studeerde hier in Nederland, mijn master, ik moest nog een jaar. En uh, toen kreeg ik opeens een, een brief, of een officiële brief, dus dat was nog geen e-mail, officiële envelop. Um, je bent aangenomen uh, New York University Tisch, School of the Arts. Nou ja, laat ik zeggen, namen als uh, Christopher Nolan, uh, Alec Baldwin, uh, nee, nee, nee. Lady Gaga, uh, Taylor Swift. Uh, Groppig weten wie er allemaal vandaan komt. Ik denk, nou, <laughs> dit bestaat niet. Dus ja, dan uh, ga je naar New York om te kijken, is dit echt? Want je denkt bijna dat het een, een geintje is. Ja, ik uh, ben... Ja, leuk uit een ondernemersfabriek, maar wel een beetje ergens op het platteland uh, uh, opgevoed. Dus dan, oké, okay, de sky is dus blijkbaar echt niet de limit. En ja, toen zat ik daar en toen, uh, zonder nog te weten wat die studie kostte, want dat had ik nog niet echt naar gekeken. En toen gaf ze inderdaad aan: nee, komt goed, je krijgt een scholarship. Nou ja, oké, okay, uh, twee studies. Hoe ga ik dat dan doen? Gaat die master het goed vinden en deze master? Ja, ja, als je het voor elkaar krijgt, dan kan je ze misschien allebei doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Alle ermaals die ik had uh, opgesprokkeld. En uh, twee uh, masters tegelijkertijd gedaan. Maar wat maakt jou zo bijzonder dat dit jou lukt? Uh, ik denk doen, maar ook echt er vol voor gaan. En dit, als je zoiets gewoon leuk vindt en je gelooft erin. Het, is het liefste wat je doet, dat ja, klinkt heel cliché. Maar dan lukt het ook. Dus ja, maar niet veel mensen doen dit. Nee, ja, dat, die doen andere dingen. Dit is. Yeah. Uh, ja. Wanneer wist je dat je, als ik het zo mag zeggen, best wel een bijzonder iemand bent? Of mag ik dat zo uh, niet zeggen? Nou, <coughs> of vind je dat niet zo? Nou, ik denk dat iedereen op zichzelf bijzonder is. Laat ik dat zeggen. Ik bedoel, ik vind jou ook heel bijzonder? <hijf> <Ja>. <hijf> um, maar uh, ja, ik, voor mij is dat normaal. Uh, een waanzinnige basis. Even los van het ondernemersnest. Want wat heb je daaruit geleerd? Um, los van dat het niet altijd goed is voor een relatie, blijkbaar. <laughs> nou ja, ja, maar daarop terug te komen, kijk ik er nu wel anders naar. Als in van nu ben je ondernemer. Dus ik begrijp inderdaad dat sommige kwesties tijdrovend zijn. Uh -huh. uh, maar laat ik zo zeggen dat beide kanten fantastisch liefdevol zijn. En ik kan geen betere ouders op dit moment wensen die mij echt ook in alles supporten. Heldig. Dus dat is wel uh, dat ik denk van oké. Okay, ik word nu zelf ook ouder. Ik ben uh, net tante geworden van mijn broer. Dan ga je daar ook alles naar kijken. Dus die handel en, denk ik, sales en ook echt ergens achterna gaan en dat laten lukken. Ja, daar ben ik. Dat heb ik al gezien. Dus bij ons was ook eigenlijk niks te gek, uh, maar wel heel down to earth. Maar je moet er vol voor gaan. Als je niet vervecht, dan lukt het je niet. Dus dat, dus dat zijn lessen. Uh, ja, ik, we, gaan, we gaan nu het bruggetje maken naar wat je nu doet. Okay. Want, iedereen, want mensen zitten wel te kijken: oké, oké, oké. Nee, maar dat, is, dat vind ik nu dus weer interessant. Want okay. je hebt dat nest waar je uitkomt. Je hebt een, je, je hebt een waanzinnige diversiteit aan studies. Ja, ik ik heb ook nog videogame studies gedaan in Hongkong. Ook, ook ja, nog. Ja, ja, want ik wilde toch ook weten: ja, hoe zit het nou met die games? Want ja, dat was ook natuurlijk de toekomst. <laughs> Kreeg je daar, en daar mocht je ook weer op gewoon beginnen? Ja, nou, dat was uh, een, ja, noem je dat, een semester. Ja, okay, ja, maar inmiddels had je een aardig cv'tje opgebracht nou ja, voor op studies. Ja, maar weet je wat het is? Ja. Ik denk ook uh, de keuze is natuurlijk om op vakantie te gaan. Maar ik ga op vakantie terwijl ik een studie doe. Ja, ja, ja. Dus zo probeerde ik altijd wel. En uh, Ja, en daar ontmoet je dan ook weer mensen. Ja, nieuwe vrienden. Dus in, inmiddels, als je me vraagt, ja, waar, waar zitten je vrienden? Nou, ik heb hier een kern in Nederland. Ja. Maar dat is eigenlijk wereldwijd. Ja, ja, ja. En hoe tof is dat? Ja, ze dus hebben in New York vrienden en in ja, uh, Tokio. Het dus kan vrienden. overal terecht. Ja ja. ja, ja, ja. Nog meer studies die het noemen waard zijn? Um, even denken. Nee, dit is het. Ja, af en toe iets online. Maar dat is ja, niet uh, officieel. Okay, maar dit zijn de grote fysieke ja. dingen die je hebt gedaan. Dan heb je een waanzinnig breed palet uh, te pakken. Uh, en hoe maak je dan keuzes? Maak eens een bruggetje naar wat je nu doet en hoe je daar gekomen bent. Ja, nou ja. Uh, ik denk het begon allemaal echt op Stanford University. Zoals ik al aangaf, dan zit je midden in Silicon Valley. Mm -hmm. uh, ja, ik was toen uh, net, net 22. Waar ben jij nu? Net 30. Okay. Ja, nieuwe fase is ook spannend. <laughs> Elk jaar is een nieuwe fase. Ja, maar dit ja. is wel een soort van wel Ben je officieel wat ben een millennial of zoiets? Of ben je dan? Oh, ja, volgens mij ben ik een millennial. Ik ben niet uh, Gen Z. Nee, 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 je nee. een nee, millennial, ja. Out. millennial, ja. Ja, millennial. ja, ja, okay. ja, ja. nee, uh, maar. Uh, ja, begon allemaal dus, uh, op Stanford University. Ja. Dus zoals ik al zei, ja, uh, overdag had je dan studies. Ik. Uh, ik uh, zat ja, in de codering, dus ik had daar een hele groep. En, maar ik ging ook meer een deel om met de groep die dan business deed. Als ik daar af en toe naar, achter, 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 achter kijk. Dus uh, s'avonds ja, zit je met z'n allen en dan zit je ideeën te bedenken. En denk ja, weet je wel, fantastisch, maar de volgende dag gebeurde er niks mee. Ja. Nou, uh, inmiddels uh, ben ik toen die andere studies gaan doen. Uh, 2019 was ik net klaar met dan die beide masters. Echt net, en toen brak corona uit. Mm. Dus uh, corona, mijn hele netwerk zat in Amerika. Ik zou daar ook net beginnen te gaan werken bij de uh, Girls Club, wat een uh, partij is waar je. Uh, uh, laten we zeggen, kinderen tussen de 8 en 18 jaar leert coderen uit de projecten daar. Super tof, mm -hmm. geweldig. Ik denk als er geen corona was, misschien was mijn leven nu wel heel anders gelopen. Maar toen kwam ik dus terug naar Nederland. Laatste vliegtuig met de VN uh, uit New York. Je zag le letterlijk de lijkenwagens de steden in rijden. Dat was ook een schietgebedje dat ik hier nu zit. Mm -hmm. um, ja, dus toen kwam ik weer terug in uh, Ede-Wageningen, waar ik geboren ben. Toen was iets, ja... Wat, wat gaan we nu doen? Yeah. De hele wereld ligt stil. Ja, ik, ik kan niet tv kijken iedere avond en wachten wat onze lieftallige minister Rutte gaat vertellen. Ik moet iets doen. Yeah. Dus uh, uh, ik had natuurlijk wel net mijn filmregie uh, in, de, in, de, in de pocket. Want ik ben yeah. afgewezen als science fiction filmregisseur. Um, dus het enige programma wat op dat moment nog op tv zou gaan komen was Big Brother. Hm. Dus uh, daar heb ik me voor aangemeld ook. Assistent uh, regisseur heb ik daar uh, geholpen. Um, maar ja, dat film was natuurlijk geweldig, maar reality. Maar het brak voor mij niet waarom sta ik nou op iedere dag. En dan ga je, ja, je hebt de tijd tijdens corona terugdenken van oké, okay, wat is dat dan? Wat, waarvoor doe je dit eigenlijk allemaal? Uh, en ik denk, ik heb ontiegelijk veel geluk gehad. Nou, je geeft al aan hoe in hemelsnaam lukt het jou misschien wel en anderen niet. Studies zijn echt niet goedkoop. Dus dat ik die scholarships en zo allemaal heb gekregen. En zeker ook uh, uh, het vertrouwen van inderdaad mijn familie en mijn vrienden. Dus hoe, hoe kan ik iets ontwikkelen dat ik uh, ja, ook andere mensen kan helpen, maar ook echt de wereld kan verbeteren? Klinkt ook heel cliché, maar ja, dat is wel waar je het voor doet. En dat werd het zaadje voor labnest. En daar komen we vast zo op. Maar Labnest, uh, ja, dat was mijn eerste onderneming, dus vier jaar geleden opgericht. Mm -hmm. Met het idee van: oké, okay, dit is de plek waar ideeën zoals in Silicon Valley, fantastisch, allemaal jong talent, geweldige ideeën, maar het komt niet van de grond. En waarom komt dat niet? Is dat uh, om, om, omdat ze wellicht niet het goede netwerk om zich heen hebben. of het kapitaal waar natuurlijk iedereen naar op zoek is, maar ook de begeleiding. Mm -hmm. En hoe, hoe maak je zo'n idee uh, realisatie? <kijntuig> en een beetje hak op de tak, maar toen ik, toen ik science fiction regie deed, dan zie je hoe ideeën, uh, wat natuurlijk nog niet iets echt is, maar wel zo kan scripten en produceren dat het tot leven komt. Ja. Nou, ik had geen ondernemersachtergrond, ondanks dat ik mijn familie in het ondernemen heb. Uh, ik was dan misschien altijd een beetje de nerd, maar regisseren en plannen... Kan ik wel. Dus uh, nou, diepe gesprekken ook gehad, ook uh, met mijn vader. Dat is ook echt mede een deel uh, mijn adviseur. En uh, we zijn totaal verschillend. Dus hij gaat soms naar links, ik naar rechts. Maar dat maakt het ook mooi, water ja. en olie. Um, van hoe kunnen we die werelden van ondernemen en echt dat commerciële, waar eigenlijk op de kunstacademie dat altijd wordt afgeremd. Commercieel is een beetje vies. Ja. En dat creatieve van, van innovatie bij elkaar zetten. Uh, want je hoeft niet uit een uh, ondernemersgezin te komen of weet hoe je een bedrijf moet bouwen als je een goed idee hebt. Maar je hebt wel die kennis nodig om van het idee tot een. Product of realisatie te komen. Dus nou, dat was het begin van LabNest... van een plek te creëren waar jonge entrepreneurs, dus echt het de, ja, de jonge talent, waar ik zelf ook nog in zat. Dus ik was dan 25. Nou, mm. dat is tegenwoordig oud. Mm. Uh, nou, Vinden jullie nog klaar? In jongen. die race ja. uh, bij elkaar kan zetten met een team eromheen. Met een sterk team van partners die echt dat idee uh, kunnen gaan realiseren. Eigenlijk een incubator. Ja, maar meer dan dat. Dus Inderdaad, ik ging dat van start. Ik wist, ik ken dat allemaal niet, incubator, hatchery. is natuurlijk een bekend voorbeeld, ze hebben naast van die grote. Ja, startup up uh, start beeld, hoe je het allemaal moet noemen. Ik had geen idee. Ik dacht, oké, okay, dit is gewoon een plek waar dat allemaal komt. En gaandeweg besef je dus dat er meerdere plekken zijn. Dus nou, toen uh, ben ik ook gaan invent van, oké, okay, wat zit hier dan in Nederland? In Amerika heb je dus Y-Combinator, wat dan heel groot is. Uh, toen kwam ik bij Startup Bootcamp uh, terecht. Nou, destijds pet ik de zeeuwen nog. Ja. Ik zou nooit vergeten, uh, ik uh, stuurde daar ook een e-mailtje. Dat is hoe ik het altijd doe. Ik stuur iedereen altijd e-mailtjes. Nou, hetzelfde dat ik er zit. Ja, ja, je was je. Te snel bij, ja. Ja, maar in uh, de, de klantenportaal van, nou, ik, ik zie wat jullie doen, geweldig. Maar hoe zit dat nou met mensen die kleine ideetjes hebben... die nog geen team hebben, die nog geen miljoen investeringen hebben? Ja, hoe kom je nou ooit hier? Hoe zit dat met, uh, met onze lokale, regionale ja. uh, studenten en ondernemers? En misschien die niet eens gestudeerd hebben. Want ook zonder studie, denk ik zeker, als je een goed idee hebt... dat je er moet komen, wie ja. helpt hun? Ja. Nou, voordat ik het wist, kreeg ik een e-mail van hem persoonlijk. Zat ik met hem in de corner office. Uh, dus dat... Ja, dat gesprek zou ik nooit vergeten. Het dus ja. was wel echt bijzonder. Helaas overleden, veel te jong, Patrick. Ja, ja, ja. 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 Dus uh, als ik dan daar ook naar terugkijk, denk ik: oké. Okay. Uh, hij keek mij recht in de ogen aan. Jij bent gewoon entrepreneur. <lacht> <lacht> ik, zo, ik, ik wist nog niet wat ik was. Ik had al die studies gedaan. Ik zo. Oké. Okay, als jij het zegt. <laughs> dan ben ik dan. <laughs> ja, oké. Okay. Yeah. Dus dat heeft, was voor mij, ondanks dat het de eerste en de laatste keer dat ik hem heb ontmoet en heb gezien. Raak je dat nu, dat je dit zelf. Ja, zegt of, ja. Nou, ik denk het is, het, is, het is bijzonder als je een soort gestemd, iemand hebt die uh -huh. wellicht al zoveel heeft meegemaakt. Ik uh -huh. ken ze historie niet helemaal hoor. Uh -huh. uh, ja, die dat bevestigen ook een kans geeft. Want ja, ja. sindsdien, ik, ik, ja, ik begon net, ik bedoel, je bent een beginnende ondernemer. En hij zei, nou, je, we gaan deuren openen voor Startup Bootcamp... en je mag bij onze residency komen. Ga maar kijken hoe dit hier allemaal werkt. Hm. En dan kan jij kijken hoe dat bij LabNES gaat. Terwijl hij nog totaal niet wist wie ik was, wat ik deed... Uh, wat ik misschien in staat ben als ik nu drie jaar verder kijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat vind ik wel heel mooi als ondernemers... dat voor andere ondernemers ja. kunnen doen. Ja. denk, oké, okay, nou... Die Manier van openheid hmm. dat wil ik ook, ja, dus uh, uh, nou dat denk ik meegenomen te hebben. Uh, en waar zijn nu met labnest. Nou, we zijn dus als vier jaar geleden, of drieënhalf jaar geleden, dus uh, vier jaar verder, hebben we inmiddels uh, zes start-ups door uh, Ik zeg er ook bij: de een is de ander niet. Mm -hmm. Dus uh, mm -hmm. je, je, we starten echt met jonge ondernemers, jongens, zoals 17, die we dan uh, ja of van school uh, met ideeën aankomen kloppen. Um, en die zegt van ja val ik heb een, een tof idee kunnen we hier iets mee mm -hmm. uh, dus daar kijken we ook heel uh, na, ja, helder naartoe uh, ook met ons team van partners van ja zit hier, zit hier natuurlijk potentie in mm -hmm. want het is toch kapitaalintensief intensief. Zowel... ja en ja, je weet bij startups dat de, het gros gaat niet vliegen nee precies maar het is op zoek naar dat ene pareltje uh, ja, ja maar ik denk ook ze, je kijkt zowel naar het idee en de ondernemer. Dus ik heb ja. zelf ook heel veel geleerd. Want iemand kan een fantastisch idee hebben. Maar als de ondernemer daar niet staat, dan moet je mm. toch kijken hoe kunnen we het schakelen. Mm -hmm. En soms heb je fantastische ondernemers met een iets minder idee. Dus waar ja. ga je dan voor? Maar ja, nu uh, eigenlijk zes uh, start-ups verder. En één uh, daarvan die gaat eigenlijk nu het hardst. Ja, dat is... Uh, Statieheld. Statieheld. Ja, Jij ja. noemt jezelf CEO van Statieheld. Klopt. Ja. Dus dat heeft ook een aparte... Heb je daar branding. bewust voor gekozen voor die titel? Uh, nou ja, als in, ik heb niet bewust gekozen voor die positie. <laughs> Laat ik daarop komen. Maar waarom waar, maar waar noem je het niet wat, wat eigen tijd? Ik vind het zo klassiek, zo CEO. Ik vind jou niet, als ik jou nou zie en spreek, vind ik jou ook geen CEO. Nee. Ik vind het zo corporate. Nou ja, daar kunnen we het ook over hebben. Ik denk net als we bij Startup Bootcamp de entrepreneurnaam erin werd geschoven, dat kan natuurlijk ook wat anders zijn. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het wel een dingetje is hoor, want ik hoor heel vaak van mensen, ja, uh, wat zie, soms uh, heb je een start-up, die hebben letterlijk drie mensen. Ja, je hebt een CEO, CFO en een CTO. Ja. Waar is de rest? Ja, ja die is je nog niet. Ja, <laughs> ja. ja dat. Dus, maar ja, je wordt, misschien is het ook wel iets heel Amerikaans. Ja, ja. Eens. ja, ja. eens. Nou ja, what's in a name, boeit verder niet. Want ja. Statieheld is wel, denk ik, een succesverhaal, of ja. niet? Uh, ja, zeker, zeker. Nou, wel iets. We, we zijn ermee bezig. Okay. Dus ik denk niet. Uh, kijk, nu... Kun je de pitch even kort doen? Ja, je Zeker. Nou, uh, in het kort is een recycleautomaat. voor ja. klein fles en blik. Uh, tegenwoordig. We hebben natuurlijk de wetgeving dat je voor uh, staatsgeldproducten uh, zowel fles als blik statiegeld uh, terugkrijgt, mm -hmm. uh, maar ja, het wordt lang niet allemaal ingeleverd. Nee. Dus je kan uh, naar de supermarkt en het daar inleveren. Maar voor de rest was er eigenlijk nog geen een inleverpunt cream, tegenwoordig. Ja. ja, precies. En ik denk als je in Amsterdam woont, heb je misschien nog wel of de grote steden om niet, uh, ja. heb je misschien nog wel supermarkten dichtbij. Nou, ik moet gewoon drie kilometer fietsen hoor. Voor je blikkie. Ja, precies. Ja. Dus dat, dat ja, dat doen mensen dan minder. Nee. Dus uh, anderhalf jaar geleden kwam er bij Labnest dan uh, founder Ruben Oudsema aan. Kloppen ja. en die zei: Nou, er komt een wetgeving op die blikjes, we moeten hier iets mee gaan doen. Dus uh, eigenlijk, zo in die hoedanigheid hebben we dan met LabNes daar een team omheen gezet. En hebben dat idee doorontwikkeld tot een, uh, een recycle-automaat. Ja, en dat is gewoon ja. automatisch. Ik hou mijn wieltje, ik scan iets of zo. En dan ploepen, en dan komt het op mijn rekening. Ja, precies, ja. precies. Dus we werken ja. Ja, met Tiki ook samen. Dat je inderdaad gewoon een QR-code okay. krijgt. Ja, dan krijg je meteen uh, op je telefoon uh, je 15 cent terug. <laughs> en echt het gemak. Dus we hebben hem nu, uh, om even heel snel de lijn te schetsen. We zijn dan niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor echt van start gegaan met de eerste unit. Ja. Pilot. Uh, op een van de universiteiten bij ons in de buurt, ah, Wageningen. Ja, ja. om daar echt te zien, oké, okay, was nog een houten kist. Werkt dit, hè? Gewoon twee knoppen, simpel uh, doneren of direct uitbetalen. Telefoontje ervoor houden. Nou ja, toen was het nog eigenlijk aan het begin... dan nog niet eens echt een camera-systeem... dat zo'n blikje erkend kan worden. Dus ja. alles kon er nog in. <laughs> yes, wat, ook gebeurt, wat ook gebeurde. Wat ja. ook gebeurde. We gebruiken nog steeds het voorbeeld van het frikandelbroodje. Oh, dus uh, ja, Ja, dus, uh, maar goed... Uh, dus dat was het begin. We hebben ook ontzettend veel lol, maar daar zou ik ook wel zo over komen. Want het is een heel jong team. Yeah. Uh, en toen in de zomer, toen uh, uh, konden we ons aanmelden om uh, te testen op festivals. Nou, ingeschreven. Nou, ik denk dat ik goed ben in inschrijving. maar meestal als we ergens voor aanmelden, lukt het ook. <laughs> dus uh, misschien is dat mijn grootste talent. Dat denk ik, yeah. inschrijven. Ja, inschrijven, ja, inschrijven ja. en aangenomen ja, worden precies. of we toegelaten ja, worden. Ja, ja, precies. Dus, uh, uh. nou, Mysteryland werd dat festival. Dat is natuurlijk groot. En uh, daar stonden we dan, met onze nog steeds houten kist en een aanhangwagen. En uh, ja, wat was het, 30.000 bezoekers. Dus uh, dan zie je alles wat fout kan gaan, ook ja. alles wat goed kan gaan. Ja. Want ondanks, uh, uh, nou, dat stond ook in een mooie krantenartikel... Uh, destijds uh, gingen wij dus testen, Eén sensor bij ons deed niet... waardoor dus iemand heel vaak zijn blikje op wanneer neer kon doen... Nou, dat en elke keer uitbetaald kreeg. Ja, ja, dus er was net een influencer... toen net iemand even naar het toilet ah. was. Die deed dat. Ja. Goots op TikTok. En hoppakee, iedereen in de rij. 60.000 iedereen in de rij. Maar ja, dat zagen we. Dus toen hadden we snel die sensor aangezet. Dus dat was onze beste marketingstunt ooit. Oh, grappig. Maar uh, Dus toen heel veel eruit gehaald. Maar in principe werkte de unit. Dus oké, okay, het werkt. Er is animo voor, mensen begrijpen het. Nou, het hoeft niet zo lastig te zijn. Dus hoe kunnen we dan gewoon een unit op een goedkope, slim, effectieve manier ontwikkelen? Uh, hebben we gedaan. Ook echt met een jong technisch team van talent uit onze omgeving. Uh, dus die maken ook alles bij ons op kantoor. Dus uh, het is volledig een Nederlands product, dus dat is ook wel leuk. Want ik werd in, uh, tussendoor ook wel eens gebeld door een. Uh, 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 Nederlandse partijen <laughs> die inderdaad vroegen van, ja, waar, waar komt alles vandaan? Uh, wordt het allemaal hier gemaakt? Want we willen niet met andere partijen uit het buitenland werken wegens veiligheid. Dus ik zei, nou, het is helemaal een Nederlands product. Ja? Dus, uh, en hoe heb het je het gefinancierd dan, die eerste paar iteraties, zeg maar? Uh, nou, vanuit LabNest hebben wij dus een aantal investeerders. Okay. Dus uh, ze investeren in LabNest. Zijn het en Informals of Venture Capital? Wat zijn dat voor een... Uh, angels. Oké, okay, echt Angels. Ja, ja, ja. Okay. ja. Dus, uh, dus dat is wel heel mooi. En ja. uh, die, ja, die kijken ook echt naar de toekomst voor later. Dus die willen ook echt voor die uh, jonge generatie-entrepreneurs investeren. Ook om hun te helpen om door te groeien. Uh, dus dat is heel mooi. En daar ben ik ook heel ja, dankbaar voor dat dat vertrouwen er ook is. Uh, want ja, ze vertrouwen. Je eigenlijk in mij. En ik moet ervoor zorgen dat ja. dat uh, goed doorzit. Dus. Om uh, het is een beetje hakker te tak, maar ook jouw vraag: waarom ben jij nu CEO van Staatield en van LabNest? Is ook omdat Staatsgeld in de fase kwam dat het serieus werd. Ja. Uh, en dan kijk je ook van oké, okay, wat is het team eromheen? Hoe kunnen we het team van techniek, het team van ontwikkeling en het team van organisatie aansterken en dusdanig in zijn kracht zetten, dat het ook echt viable wordt. Uh, ja. Toen ben ik daar ingezet. Want hoeveel mensen, hoe heb jij als ondernemer de twee bedrijven georganiseerd? Hoeveel, heb je mensen op de payroll? Uh, ja, we, ja, we werken eigenlijk voornamelijk met ZZP'ers. Dus ja. Prinsjesdag, ben heel benieuwd wat vandaag eruit gaat. Komen. Ja, ja jongens, dus de soep super niet zo heet gegeten. Nee, ik ben nee. overtuigd. Dus ja. die wet is niet te lezen, dus nee. ook niet te handhaven. Nee, we gaan het zien. Maar uh, dus ik, ik uh, en merendeel komt uh, net uit de, uit de studiebank. Dus eigenlijk, jij hebt dat zwarte gat, wat ik altijd aangeef van ja. Ook een student met een geweldig idee weet niet waar hij heen moet. Maar ja. het gel, geldt hetzelfde voor young professionals. Ja. Dus ook die stap naar de arbeidsmarkt is groot. Dus meer een deel uh, heeft bij ons stage gelopen... en zijn ja, eigenlijk blijven hangen. Mm -hmm. uh, je had hier ook twee ondernemers uh, van Business Innovation. nou mee, Ik heb ongeveer de hele opleiding bij mij zitten. Mm. Uh, en die lopen stage en eigenlijk op een duur... Ja, Komen ze op uh, ZCP-basis. Uh, mm -hmm. Dus mijn team bij LabNES zelf hebben echt een kernteam van, uh, zeg maar, vier man. Uh, en daaromheen, uh, uh, ja, uh, een team wat bijvoorbeeld de video doet, een team wat echt op de start-up zit. Uh, we werken ook met een aantal partners, ook young professionals, voorbeeld. Uh, ook echt niet uh, de minste partners, want we willen gewoon meteen de beste van de beste in Nederland hebben. Dus we werken ook echt met. Partners uit heel Nederland, maar wel de jong professionals binnen die grotere corporaties. Ook om hun weer mee te laten groeien. Mm -hmm. Dus LabNest zelf bestaat denk ik eigenlijk qua team, zeg maar, uit tien. En Staatseelt zit inmiddels bij acht. Oké, en dat is ja. echt een BV. Apart. Ja. Apart. Ja, ja, ja. ja, dus iedere start die bij ons start, richten er meteen dag 1 een bv op. Mm -hmm. en we noemen dat uh, niet de business of de, niet de baby shower, maar de business shower. Dus dat is <laughs> wel heel mooi. Uh, en vanaf dan ben je ook meteen directeur van je eigen uh, bedrijf. Ja. En zo groeit dat eigenlijk door. Ja, gemiddeld negen maanden. Maar staatsgeld zit bijvoorbeeld nu ja, op anderhalf jaar, waarbij je nu echt zit... Nu is dat kant, kantelpunt, dat echt de markt op kan. Mm -hmm. uh, maar zo hebben we ook nog andere start-ups en andere, andere ideeën. Is Nederland groot genoeg voor jou voor de komende vijf tot tien jaar? Ja, kijk, mijn hart ligt hier wel. Ik ben hier opgegroeid. Ik ben 100% Nederlands. Ja. En er valt hier zoveel te verbeteren. Uh, uh, en ook dingen die heel, heel goed zijn. Maar het zou zonde zijn om dan meteen de overstap te maken naar elders, terwijl het ook hier nog zoveel te winnen valt. Maar er zijn natuurlijk wel interessante. Amerika is interessant, ja. Tokio had je het over. Daar gebeurt natuurlijk ook Hongkong, waanzinnig ja. veel. Ja, ja. Lonkt dat nooit? Uh, nou ja, zeker voor de corona lonkte dat heel erg. Ja. Ik spreek nog steeds, we hadden een keer een middelbare schoolreunie... die zei, wow, Valerie, ik had nooit gedacht... dat jij hier weer zou wonen. Mm -hmm. <laughs> dus uh, dat, dat longt zeker. Uh, maar ik heb hier nog heel veel te winnen. Ja. Hoe ver plan jij vooruit? Vijf jaar, iedere keer vijf jaar. Dus okay. daarom. Uh, wanneer, ben je, wanneer heb je je laatste vijf-jaren-plan gemaakt... Uh, nu deze en, zomer. En waar sta je over vijf jaar? Um, zit ik nog een beetje aan te schaven? Ja. Maar laat ik zo zeggen: als, want ik kijk, ik kijk altijd vijf jaar naar voren, maar ik kijk ook nog vijf jaar terug. Als in mijn afgelopen vijf jaar klopt dat, wat ik ongeveer had ingebeeld en gezien. En uh, uh, als ik daaraan terug denk, was inderdaad mijn, mijn visie en mijn droom van nou, een aantal start-ups uh, die ook helpen. Uh, ik heb ooit ergens opgeschreven. LabNest is best een vaag concept, want waar zit een soort van de waarde aan? Het is geen product, het is toch advisering. Uh, en nu heb ik op deze staat, dat is, dat is een product, hardcore. Nou, dat zit er dus blijkbaar ook in. Uh, en over vijf jaar, ja, ik, ik, ik zie wel dat er meerdere startups zijn. Uh, maar ik zie ook op een gegeven moment de groei, waar, waar gaan we heen? Zowel met de startups zijn die dan uh, al verder, zitten daar veel meer nieuwe startups... Houdt het op een gegeven moment op? Zijn er wellicht meerdere LabNest-locaties? Mm -hmm. uh, en en waar, waar zit mijn groei? Want labnes is ook nog een start-up. Dus wij groeien met die start-ups mee in die hoedanigheid. Ja. En wie, wie gebruik jij als klankbord, het, los van je vader en je moeder, denk ik ook wel? Ja. Zijn er nog meer dingen of mensen waar je aan kan spiegelen om die persoonlijke groei tot stand te brengen? Of gaat dat automatisch door dingen te doen? Uh, nee, ik, ik denk heel verschillend. Ik, ik, ik probeer eigenlijk met zoveel men, mogelijk mensen uit verschil, me, uh, verschillende regio's erover te praten. Uh, ik heb ook één hele ja, goede beste vriendin. Die ken mij door en door. Dus mm. je weet precies uh, dat gaat goed met haar ook. Of uh, yeah. <laughs> zeg maar zo. Uh, dus daar klankpoort ik echt heel veel mee. Uh, maar ook met mijn team zelf. Ik kreeg bijvoorbeeld vanochtend nog een appje van. Uh, ik ben het toch niet helemaal over eens uh, over gisteren. Dus je moet het denk toch echt anders doen. Dus die durven zich ook uit te spreken. Ja. En dat vind ik het meest belangrijk. Want ik weet echt totaal echt niet alles. Ik heb geen ondernemers. Uh, uh, van al mijn studies heb ik geen bedrijfskunde gedaan. Dus uh, laat ik eerlijk zeggen, drie jaar geleden weet ik wat, er kwam er een bank bij ons op bezoek. Nou, die had het over uh, MKB. Ik hm. moest even googlen wat in hemelsnaam dat was. Ja. Um, KVK wist ik ook niks van. Ja. Dus... Uh, zij leerden mij nog veel meer op dit oh, gebied. Oh. Dus, uh, dus mijn team, ja, daar spaar ik ja, daar wel heel veel mee. Ja. Ja. Uh, ik ga je in de gaten houden. Ik wil je danken voor, uh, voor dit gesprek, uh, Valerie van Zuilen. Dankjewel ja. dat jij mijn gast was. Idemdito, Dito. Dankjewel. <laughs> en dankjewel voor het kijken. En, uh, en dankjewel voor het luisteren naar uh, weer een uh, bijzonder gesprek op 7 tv Die gesprekken die ik hier zo graag maak. En als je nou denkt van oh, dan kan ik jou daar dan bij helpen? Ja, dat kan je. En jezelf ook uh, trouwens. Uh, dat is namelijk door je te abonneren op CVD-TV. Hieronder. Als je zit te kijken op YouTube, abonneer je en mis helemaal niks meer. En ben je aan het luisteren naar de podcast, uh, abonneer je ook daar en mis ook daar helemaal niks meer. Kun je kijken en luisteren waar en wanneer je maar wil naar nou, dit soort prachtige verhalen. Zoals van Valerie van Zuilen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!